in Schiedam alleen maar distillerijen failliet gingen in de concurrentiestrijd, is het ons gelukt om middels het creëren van een tweetal nieuwe merken groot succes in Nederland te halen en daarna met een mooi merk, Kellermann Vodka, een succes in Amerika weten te halen. Met name Amerikanen die een stukje cultuur missen, met alle respect, die kunnen dat heel eens even snuiven en oppakken en letterlijk duiken en proeven. Laat zien zoals ik vroeger binnen dit bedrijf werd gedaan. Dan zie je al, je ziet gin verschijnen, je ziet advocaat, je ziet schnaps, je ziet whisky, je ziet vodka, je ziet van alles verschijnen. Nederland bijzonder in ons sas met het feit dat we een bezoek hebben vanuit Brussel. Gelet op het feit dat de regelgeving voor onze branche in toenemende mate vanuit Brussel komt. En het zowel voor de wetgever in Brussel als wel voor het bedrijfsleven van eminent belang is. Wanneer je goed met elkaar kunt communiceren, goed kunt overleggen. Opdat er een evenwichtige wetgeving tot stand kan komen, rekening houdende met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het bedrijfsleven. Ik wil nu zo snel mogelijk. Stop. Anselier, Al van den Rijn, erg imponerend hier, leuk, wel een hoop lopen, hoop lift. En je moet die lange rondlopen, wie de weg niet kwijtraakt. Maar zo gezien gebeurt hier wel. Heel interessant. Ik ben Ruud Segers uit Rozenburg en het duurt erg lang voordat de lunch kan beginnen. Maar we houden vol, tot zover hartstikke interessant. Nou, we hebben een hele leuke en informatieve dag hier in het Europees Parlement. Een goed gesprek gehad met meneer Maten. En we zijn natuurlijk erg pro-Europa. En we gaan het 50-jarig feestje vieren nu.